Traditioneel na Prinsjesdag. Leden van de Staten-Generaal. Staan de algemene politieke beschouwingen op het programma. Hoe lang gaan we dit volhouden? De hele toon van dit debat? Voor de politici zo goed als het hoogtepunt van het parlementaire jaar. Want dit is het moment om scherp te debatteren over het beleid. Dat er meer politiecapaciteit komt. Kabinet, ga aan de slag met dat lerarentekort. Bent u nog wel de baas? Is het gezag nog wel de baas? Waarom zouden we zoiets niet voor alle bedrijven organiseren? Maar goed, er is nu een demissionair kabinet. En dat betekent dat het dit jaar een heel ander debat kan worden. Ja, er is traditioneel gezien misschien niet het kabinetsbeleid waar met name de oppositiepartijen op kunnen gaan schieten. Er is nog steeds geen formele onderhandeling bezig voor een formatie. Ja, en daar zijn mensen nogal chagrijnig over hier in Den Haag. Dat chagrijn gaat een grote rol spelen bij de politieke beschouwingen. Vooral omdat de formatie nog altijd in volle gang is. En juist woensdag en donderdag wordt interessant om te zien wat de kansen voor een minderheidskabinet zijn. Nou, je hebt nu de drie partijen, VVD, D66 en CDA, die samen gaan kijken of ze een minderheidskabinet kunnen gaan vormen. En eigenlijk het belangrijkste punt is of zij daarbij de hulp krijgen van GroenLinks, PvdA en of ChristenUnie. Een van die drie partijen is genoeg voor een meerderheid. Het zal moeten blijken in de debatten of inderdaad die partijen bereid zijn om af en toe het kabinet aan de meerderheid te helpen op bepaalde punten. Hè. Klimaat, woning, maar er zijn nog tal van onderwerpen die echt nog wel om antwoorden vragen. In het koffertje van Wopke Hoekstra zit de miljoenennota. Dit jaar is er in de begroting extra aandacht voor drie onderwerpen. Er komt onder andere meer geld vrij om de woningcrisis aan te pakken. Ondanks het feit dat ze demissionair zijn, dat doen ze ook voor klimaat. Dat is een fors bedrag, dat is bijna 7 miljard euro. En dat doen ze ook op het gebied van veiligheid. Daarvan zeggen ze, ja, dat vinden we dat we daar nu gewoon wel echt iets in moeten doen nog. Maar ja, goed, je kan die begroting beleidsrijker maken. Dat betekent dat eigenlijk tot medio december, kunnen begrotingen nog gewoon aangepast worden. Maar ja, goed, de grondverf zal nu al gezet moeten worden van, ja, hoe staan die partijen erin? Hè? Krijgen ze gelijk een nee te horen van, oh, je wilt dit voor de woningmarkt, dat gaan we sowieso niet doen, want er wordt om miljarden gevraagd. Of wordt er gezegd, van, nou, misschien kunnen we elkaar nog een beetje tegemoetkomen dat ergens toch een compromis wordt gesloten. En ja, je hoort toch wel Rutte in dat gesprek wat hij had met de pers, dat hij heel erg hoopte op het compromis en op het verantwoordelijkheidsgevoel van die partijen. De algemene politieke beschouwingen zijn woensdag en donderdag de hele dag live te volgen, uiteraard op nu.nl.